Ik ben Lou Donders, bestuurslid van de Stichting Petrus Donders in Tilburg. We zijn hier op de plek van Peerke Donders met achter mij het Peerke Donders paviljoen, waar het levensverhaal van Peerke Donders verteld wordt. Peerke Donders, Tilburger, ooit naar Suriname gegaan, nooit meer teruggekomen en daar heel erg actief geweest voor de zieken en voor de armste der armste die daar leefden. In het paviljoen vertellen we zijn verhaal, maar dit is ook de eerste andere tentoonstelling die we in het paviljoen hebben. Want we willen met het Peerke Donders paviljoen, moet ik zeggen, een andere groep bezoekers naar deze plek halen. Geloof, hoop en liefde, zo heet deze tentoonstelling. Het zijn 60 kunstwerken van 20 amateurs, zeg ik, maar ik vind het eigenlijk heel oneerbiedig amateurs, van mensen die voor hun plezier kunst maken. Gewoon thuis, sommigen zelf aangeleerd, sommigen een klein beetje opleiding gehad. En zij hebben allemaal afgelopen week hier meerdere van hun werken gebracht. De beste hebben we samen uitgezocht en die hangen hier tot half oktober. Geloof, hoop en liefde. En eigenlijk is dat ook het thema van Peerke Donders. En ik hoop dat iedereen uit de stad en daaromheen dat die komt kijken. Ik heb hier in de vitrine wat dingetjes gezet die ik gemaakt heb in de raku-oven. Een raku-stoken is een speciale manier van stoken. Dat doe je buiten. En met allerlei materialen sluit je het eigenlijk zuurstofarm af. En dan als je het openmaakt, dan is het elke keer een verrassing op welke manier het eruit komt. En hoe gladder je de schaaltjes maakt, dus hoe meer dat je polijst, hoe mooier de glazuur gewoon achterblijft. Klokslag op tijd, zoals we afgesproken hadden om 3 uur. Alle van harte welkom. In het bijzonder Wim van der Donk, commissaris van de Koning, voor Brabant. Die aangeboden heeft de openingshandeling voor deze eerste amateurkunsttentoonstelling te doen. Achter bestuursleden, dames en heren, ik ga niet te lang spreken. U hoort het aan mijn stem. Commissaris van Brabant doet heel veel mooie dingen. En van de week was ik in Zundert, de plek waar ook Vincent van Gogh zo lang was. En daar mocht ik een nieuw Fries centrum openen. Buiten was het 25 graden, binnen min 22. En dat heb ik een paar keer overbrugd en toen voelde ik al, dat is niet goed. Maar ik hoop dat u me toch kunt verstaan, want ik heb heel graag ja gezegd toen mij werd gevraagd deze opening te verrichten. Dat wordt zo dadelijk een betrekkelijk overzichtelijke handeling. En zo'n tentoonstelling helpt dan om mensen hier naartoe te trekken. Dus graag open ik die tentoonstelling. En nog benieuwder ben ik natuurlijk, alhoewel ik hier en daar al wel wat opgevangen heb over de hoge kwaliteit, over wat er hier binnen te zien is. Ik wil u, het bestuur en alle kunstenaars heel hartelijk bedanken voor uw inzet. Want ik denk dat Peerke heel erg trots op ons zou zijn als hij hier ons zou zien staan. Al die jaren later, op deze manier, op vele manieren wordt er hier aan hem gedacht. En dit is al een hele bijzondere. En ik zal nu graag met Tijmen samen, die vandaag zijn trouwdag heeft, heb ik net gehoord. Dus feliciteer hem zo even. De betrekkelijk overzichtelijke handeling gaan verrichten. Zullen we doen? Ja. Nee, dat trekt op de boven. Anders gaat het niet goed. Alle fotografen in positie. Ja? Ja? Voilà. Het affiche was ook al zo mooi, hè?